Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdag, Sarah heeft studiedag, dus we hebben een beetje uitgeslapen. Heerlijk, want ik hou echt niet van vroeg opstaan, zoals iedereen ondertussen denk ik wel weet. Ik heb al heel veel kleding ingepakt en pakketjes gemaakt. Dus dat ga ik even wegbrengen en dan gaan we even boodschappen doen. En dan zometeen ook naar Sarah de zwemles. Dus toch een beetje opschieten nu. Ik heb een nieuwe borstel gekocht met... En spiegel erachter, dus dat is lekker leuk. Dat is leuk, hè? Dat is weer heel dicht op mijn gezicht. Ja. En ben je helemaal blij met je? Je hebt ook heel veel stickers gekregen. Ja, bijna 100. Toch, mama? Nou, zoveel. Het zijn echt heel veel, dus we hebben vanmiddag wat te doen thuis. Heel veel! En we hebben stickers en... Mijn bank zit gehaald en ik ga zonnen. Nu al die stickers uitzoeken, dat is wel echt heel veel. Ik heb heel veel gekregen van mensen. Ja, je hebt echt mega veel gekregen. Dus nu al die dingen openmaken en nalopen, daar zijn we nog wel even mee bezig. Dan kunnen we daarna denk ik gelijk door naar zwemles. Zo, en we hebben het weer gered. Ik krijg altijd mijn hoofd half af in de auto. Ik weet niet waarom dat is. Hij hangt altijd op dezelfde plek. En de ene keer sta ik op en de andere keer niet. Maar goed. Snel naar zwemles nu. Ik weet niet of ik kan filmen, want ik heb geen zin om buiten te staan, want het regent. En dan ben ik na drie kwartier wel echt doorweekt. En je kan niet halverwege naar die clubruimte, dus je moet vooraf kiezen. En ik heb een rijstwafel. Ja, ik heb even snel een rijstwafeltje voor het zwemmen. En Kitty komt straks. Ja, die kon gezellig eten. En ik heb een monstertje met een k. Ja. Van Kelly en van Kim. Ja, maar die wil je aan Kitty geven, dus dan is ze zo'n klein cadeautje voor Kitty. Hoe ging dat ook weer? Draaien. Kitty, zo nog eentje voor doen. Vroeger kon ik het wel. Ja, ik ook. Ik kon het vroeger heel goed en nu kom ik ook zo ver. Ja. Oh, je komt ook best fijn. Hoe kan het nou, joh? Oké. Okay. Zo zoek jij netten. Netten doet ze dat wel, hè? Ja, inderdaad. Die is iets makkelijker. Maar je voelt al dat je ja in ja, mama. Nu ik je nog een keer, oké, okay, mama? Stop me ook echt een rot op, hoor. Volgens mij... Is die gewoon te klein voor ons? Ja, dat kan wel. Laten we het even daar houden. Ja, die ging echt super goed. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. We zijn even aan het haasten. In ieder geval, ik ben klaar, Sarah moet ze nog aankleden. Maar die heeft het heel erg druk met het hele huis overnemen. Dus het is hier echt één chaos. In alle kasten liggen spullen en speelgoed, alles van er. Maar goed, we gaan even naar het centrum. Even een cadeautje voor de juf halen. En dan naar huis moet ik zeggen spullen pakken. Die slaapt vanavond bij oma. En ik heb vanavond een verjaardag. Dan ga ik naar Kelly. Die is vandaag jarig. En ja, dat was eigenlijk vandaag. Dus gewoon even haasten. En nog even tussendoor de kleding doen. Maar volgens mij worden jullie helemaal gek dat ik dat elke keer vertel. Ik had wel zoiets. Ze zeggen normaal natuurlijk een lente schoonmaak in huis. En ik had zoiets, ik wil het voor de lente allemaal af hebben wat ik wil doen. En dat is echt heel veel. Maar ik denk, als het lente is, wordt het eindelijk lekker weer. Dan wil ik niet dan alles doen. En nu is het toch rot weer. Dus dan wil ik het allemaal af hebben. Dus dan moet ik het eigenlijk voor 21 maart af hebben. Dus ik ga daar nog heel hard aan moeten werken. Maar goed, het gaat me gewoon lukken. Het moet gewoon, hè. Waar een wil is, is een weg. Vind je die mooi? Ja. Wil je die ook gaan? Ja. Hij mag ook ingepakt. Mag ik ingepakt? Is het een cadeau voor jou? Ja. Voor je vriendin van mijn moeder vanavond. Oh, dat is lief. Ben je voor je baby aan het shoppen? Ja. Waar is dit voor? Ik denk voor baby Born. Ik weet niet of het bij Annabel past, want jij hebt een Annabel. Moet je gaan kiezen? Ik heb er al een gekozen. Ja, deze heb je al gekozen. Moeilijk, hè? Je eigen geld hebben. Ja.
Dit danst zo lekker. Zo, alle cadeautjes zijn gelukt. Sarah heeft nog tekening gemaakt voor Kelly en voor de juf. En ik heb wat nieuwe spulletjes en die zitten in mijn koffer. Ja, allemaal voor je pop. En we zijn nu even lekker samen aan het bank hangen. Sarah wordt over 20 minuutjes ongeveer opgehaald. Dus nog even knuffelen. Want ja, iedereen weet ondertussen, ik ben altijd heel slecht als Sarah er niet is. Dus we gaan even lekker twee kijken, even hangen. En dan ga ik zo weer aan de slag als ze weg is. En nu gewoon even genieten. Zo, Sarah is opgehaald. Die is met oma mee. En ik eet vanavond alleen, want Marco is bij zijn vader. Helpen met de klussen. Maar ik ga wel goed lekker eten. Ik heb lekker biefstuk. Deze aardappeltjes. En ik heb snijboontjes. En daar ga ik nog een uitje mee doen. Het is wel een lekkere maaltijd. Dus ik ga even koken. En dan heel gezellig in mijn eentje eten. En dan, ik heb hier zo'n trek in. Ik vind het er zo lekker uitzien. Ik wist het heel snel dichtgeschroeid, want ik ben hem altijd rood. En ik ben maar op de bank gaan eten, want in mijn eentje aan tafel, dat vind ik ook helemaal niks. Dus dan kan ik tenminste nog tv kijken en even tussendoor tegen de camera aanpraten. Dan heb ik nog iemand om tegenaan te praten. Ik ben die nieuwe serie gaan kijken, You. Ik weet niet of iemand hem ook kent. Ik heb nu 2 afleveringen gezien. Ik ga naar de derde beginnen. En ik vind hem, ja, ik vind hem wel heel cool. Ik ben wel benieuwd. Wie kijkt hem ook? Laat het even weten hieronder. Want ik ben wel heel benieuwd of je hem kijkt en wat je ervan vindt. En ja, ik ga even dat doen. En zo opmaken, omkleden. Ik moet echt wat aan mijn boven doen. Want ik zie er echt niet uit vandaag. Maar ik had echt geen zin. En ik ben ook echt heel bleek. En ik ging vroeger altijd heel veel zonnebanken. Maar dat wil ik eigenlijk niet echt meer. Omdat het gewoon heel erg slecht is voor je huid. Het zat te denken spraytannen. Maar ja, ik heb het wel eens gezien bij mensen die dan of helemaal oranje waren of vlekken kregen. Dus dat durf ik eigenlijk ook niet echt. Dus ik moet gewoon eigenlijk een klein beetje zon hebben. En meer make-up. Maar ik vind het ook zo onnatuurlijk als je dan heel bruin gezicht hebt en geen bruin lijf. Dat ziet er ook wat zo raar uit. En ik vergeet het elke keer. Maar de outfit van vanavond. Deze hele leuke top aan. Van Karen Millen. Die is off-shoulder. Maar ik heb mijn haar schuin. Dus je ziet niet. Weer die pantalon met die flared pipe. En die hakken. Nou, jullie hebben al die dingen wel vaak gezien. En deze bucket bag. En dan snel de auto in en daarheen. Marijke van Helwegen. Michael Jordan. Marijke Helwegen. Ja. Ja. Corne, de Gerard Joling. Ja. Doe het. Gerard Joling. André Rieu. Justin Bieber. Als goed.
de handjurk van de kast van de Peetpan. Doekje. Rapunzel. Lekker voor je. Eén been, hè? Ja. Heb je een goede verzekering? Het slaat niet bij dat je handen niet mag gebruiken. Ja, jij mag nee, je moet hem ja, je mag hem wel bewegen met je handen wat je wil. Oh, je mag hem niet pakken met je handen, je mag ze niet op de grond zetten. Je mag ze wel in elke houding houden die je wil. Nee, je mag ze niet op de grond zetten. Dat is niet te doen. Het is echt fucking moeilijk. Het is niet moeilijk, het is gewoon mogelijk. En mensen die het kunnen, die kunnen het niet. Nee, ja, leuk. Ja, ja, ja. Pak het toch niet? Wel, alvast even de Ruwaard. Als we eraan komen. Ja, die is dicht. Mm-hmm. Dat is niet te doen, joh. Dan zie ik hem vooral komen. Hand hem af. Pak hem niet. Ja, maar jij. Dat was alleen ook niet. Ja, nog maar 60 centimeter. Goed, hè? Ja, dan moet je... YouTube. Nou. Nou ja, ik denk dat je dat apart doet, dat je wel leuk, dat is je wel leuk. Wow, zo. Psycho. Het is echt moeilijk hoor. Ziet er echt tien keer makkelijker uit dan het is. Je kan ook met één been steunen in je andere benen. Dat mag niet. Waarom niet? Nee, dat is voorspelen. Je mag wel in je been steunen. Je hebt best een zuurlijn staan de bal, hè? Ja. Ja. Mag je? Je hebt echt niks van mij. Nee. Rustig. Ja, dan moet ik altijd leuk te blijven hangen. Nee, focus. Rustig. Als je vast wilt, staat het vastgelegd, hè? Goedemiddag, het is al laat. We hebben lekker uit slapen en we zijn nu in de auto, Serra ophalen. Daar word ik altijd heel blij van. Mijn ogen is gewoon helemaal af. Ik krijg stop, maar goed. Het is even doen, afvloed te lui voor deze twee. Nog een klein stukje rijden, 10 minuutjes en dan zijn we er. Ik heb vanmiddag niet meer gevlogd. Ik was ook heel moe en het was gewoon even lekker. Gewoon even samen zijn. Ik heb wel dit weekend echt heel erg gelachen. Maar ik voel me echt oud. Hoele hoepen gaat niet meer. We hebben de paper challenge natuurlijk vannacht geprobeerd. Nou, dat ging dus ook echt totaal niet. Ben wel benieuwd. Wie dit het kijkt, kan dat nog. Die dingen. Ik ben wel heel benieuwd of mensen ook de paper challenge hebben geprobeerd. Of nog kunnen hoe lopen. Dus laat even weten hieronder. Ben wel, ja, wil ik wel weten. En voor nu, iedereen ligt hier al te slapen. Ik ga ook lekker mijn bedje in. Leuk dat jullie gekeken hebben naar deze vlog. Vergeet je niet te abonneren. En laat natuurlijk even een duimpje achter. En dan zien jullie de volgende vlog weer. Doei! Het is ook 3 maanden sinds mijn Ultera behandeling. En daar zou ik een resultaat van laten zien. Ik heb ook foto's gemaakt. Dus die ga ik ergens hier plaatsen. Als het goed is, zouden jullie dus nu deze zien. De ene kant is dus 3 maanden geleden en aan de andere kant is het resultaat van vandaag.